Hoi allemaal, welkom bij FEM. Ik ga jullie vandaag wat vertellen over de fitness- en gezondheidstrends van 2014. De eerste trend van dit jaar is absoluut voeding. En ik had het er pas ook met mijn trainer over en die zei ook, voeding is gewoon hot. Dat is gewoon echt de trend van dit jaar. En mensen worden zich er steeds meer van bewust wat voeding voor je kan betekenen en wat voeding voor je kan doen. En het gaat gewoon om hele normale dingen als broccoli, spinazie, bananen, noten. Gewoon normale dingen, niet per se superfood, maar gewoon goed gevarieerd en bewust eten. En wat daarmee een beetje samengaat is dat diëten eigenlijk wat minder populair wordt. En het gaat dus niet zozeer om minder eten, maar juist om meer eten en om voedzamer eten. En dat is iets waar ik gewoon echt 100% achter kan staan. Een andere trend waar ik zelf ook echt volledig achter sta en helemaal happy van word, dat is namelijk krachttraining. En steeds meer vrouwen die beginnen zich te realiseren dat je van krachttraining heus niet een vrouwelijke hulk wordt. Maar dat je er gewoon goed door gaat voelen. En steeds minder vrouwen willen per se dun zijn, maar juist slank en sterk. Gewoon een beetje girl power. Bovendien voel je je zo goed door krachttraining. Wat ik bij mezelf heel erg heb gemerkt is dat ik sowieso veel betere resultaten met krachttraining haalde dan alleen met cardio. Maar ook dat ik zoveel meer zelfvertrouwen kreeg. En ik denk dat heel veel vrouwen dat het komende jaar absoluut nog gaan ontdekken. In 2013 zag je al best wel veel van die fitness gadgets en van die applicaties voor je telefoon. En je had bijvoorbeeld de Fitbit en je had de Nike Fuel Band. Er zijn echt allerlei verschillende dingen. En ik weet zeker dat ook in 2014 dat nog veel groter gaat worden. Bijvoorbeeld Apple is nu bezig met een applicatie voor je telefoon. En ze zijn bezig met zo'n smartwatch die je om je pols kunt dragen. En daarmee kun je dus blijkbaar allerlei dingen meten. Dus bijvoorbeeld niet alleen je stappen en je beweging, maar ook je slaap en je bloeddruk. En ze kunnen steeds meer dingen daarmee meten. En daarmee krijg je heel veel inzicht in je levensstijl. In 2014 gaat het volgens mij nog veel verder dan vorig jaar, dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal nog gaat komen. De laatste trend van 2014 is persoonlijke begeleiding. En ik merk ook om me heen dat steeds meer mensen daar gebruik van maken. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een trainer of wat dan ook. Je kunt natuurlijk heel erg veel dingen kun je zelf leren van internet en YouTube-video's en wat dan ook. Daar kun je natuurlijk heel veel informatie vandaan halen. Maar elk lichaam is anders. En daardoor is het heel erg moeilijk om voor jezelf te bepalen wat nou precies geschikt voor jou is. Zeker als je nog niet zoveel ervaring met fitness hebt. Ik werk nu sinds ongeveer een jaar met een personal trainer en ik heb er echt zoveel aan gehad. En ja, je betaalt er extra voor, maar het is nog best goed te doen. En bovendien, als je een beetje een goede trainer hebt, dan haal je er zoveel uit. Dus ik kan het eigenlijk wel iedereen aanbevelen. En ik denk dat steeds meer mensen dat komende jaar ook zullen gaan doen. Dit waren mijn fitness trends voor 2014. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En tot de volgende keer. Doei! Ik begin met 5 dingen waar je een klein budget voor nodig hebt. Nummer 1, heel cliché en ik denk dat iedereen wel kent. En dat is naar de bios gaan.